Goedemorgen, vrijdag. Dus de derde dag van jumping. We hebben woensdag, donderdag erop zitten. En nu dus vrijdag. Ik loop vandaag met een gekke pet op mijn hoofd. Want ik ben vreselijk verbrand gisteren tijdens het ringmeesteren. En om nou te voorkomen dat ik nog meer verbrand, toch maar even een pet op gedaan. Ook al heb ik geen pet hoofd. Achter mij kun je zien is het springterrein opgebouwd. Dus we hebben nu twee springterreinen. Dressuur is afgelopen. En nu komen de springwedstrijden. Het is hier vandaag wat hoger, andere rubriek, dus ik ben benieuwd wat we vandaag allemaal kunnen gaan zien. En dan maken we onze twintig. Dan even van bovenaf, het oude springterrein, losrijden en een nieuwe springterrein. Dat was het ook wel aardig vol. Helemaal leuk. Ook wel leuk, de stal van huis. 19, Kim van Geest met Henja van Nieuwmoed. It's me against the world. And I'm getting tired of fighting. Fly like Supergirl. I could go alone, but it'd be much more fun with you. Let's go. Wanna go, go, go far away. Let's go. Run away, run away. Zo, we zijn nu cupcakes aan het maken, dus ik doe nu de kindertjes een beetje van maken. Tess gaat er heel boos van kijken, ik weet niet waarom. Waarom kijken ze boos naar me? Omdat ik je nu alweer aan het filmen ben. Ja, maar daar ben ik van. YouTube baby. En je kunt ook een doosje maken voor je cupcakejes, zo. Nee, je bent niet in beeld hoor. Ik doe alleen het cupcake doosje laten zien. En je kunt ook eventueel een masker maken. En hier kan je Picasso worden en gewoon verven. Je kan zien dat er toch wel heel veel para-jumping komen. Hier, de vrachtwagens die staan er. Zo kunnen paarden ook vervoerd worden. Hi schat, hallo. Hier, nog meer. Zo staat het hele terrein dus vol. Met vrachtwagens en auto's om paarden hier te krijgen. Op zich natuurlijk wel heel erg leuk is en wat het evenement natuurlijk ook maakt. Ik krijg er bijna een campinggevoel bij. We leven dan met z'n allen hier een beetje op de parkeerplaats. En hier zijn ze allemaal aan het losrijden. Daar zie je dat er de springwedstrijden verreden worden. Dat was Jump Up My Sluis voor vandaag. Morgen weer. Morgen dan ga ik schrijven en in de grote wagen en kindersclub weer doen. Vandaag heel veel springen, was super gaaf om te zien. Dus ik zie jullie heel graag morgen. Doeg!